Ja, hij produceert maximaal 320. Maar nu worden de aliens weer pissig op ons, omdat we spullen lopen te branden, wedden. Hey, hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Mortar en Zerna spelen Fortresscraft Evolved. Yes! Yeah, vandaag is weer een nieuwe aflevering en vandaag gaan we er weer tegenaan. En ja, we hebben, volgens mij hadden we beloofd om dieper te gaan. Hebben we niet gedaan. Sorry. We hebben gaan ons namelijk, we nog wel een keer doen. We hebben heus wel andere dingen gedaan. We hebben inderdaad, we hebben ons even flink zitten... ja, hoe zeg je dat? Gewoon het spelen eigenlijk. Zitten... Ja, automatiseren. Onze stadionlopende band rondgang gebruikbaar voor die... Hé, hey, hier is Rocky! Hey, nice. Dit is een monstertje wat we, kijk, hebben gevonden. Ja hoor, maak hem maar weer kapot. Ah, en is hij echt verdwenen. Nee, hier was er nog één. Hier is er nog één. Hallo. Maar maak je alles kapot? Je kan hem scannen. Hij zegt already rescanned. Maar oh ja, we hadden er nog een research voor. Die moeten we even doen. Kijk, misschien zegt hij dan iets over Rocky. Ja, awesome. Misschien kun je hem ook wel bouwen. Zegt hij, als je eenzaam voelt, kun je een klein diertje in een doosje hebben. Genaamd Rocky. Gelukkig heb je niet al een human bro en een spider bro. Ja, box bro. Process. Wat was het? Critter scan. Oké, okay, dat is één punt. Nou, leuk. En dan? Leuk hoor. Wat doet het? Ik denk... Kan je een critter bouwen? Moeilijk. Nee, gaat niet werken. Hebben we nog een nieuwe research? Nieuwe recipe? Nee? Denk het niet. Het is gewoon één researchpunt. Nou, daar koop ik niet zoveel voor. Project ook niet, hè? Nee. Nou, maar misschien staat hij onder help dan. Ik moet hem eigenlijk indrukken als ik er ben. Als ik bij hem ben, dan moeten we op help drukken. Dat zouden we kunnen doen. Hier, local lifeform. Staat hij daarbij? Nee. Nou, we hebben ons best gedaan. In ieder geval, we hebben hem gezien. Daar ging het om. Ja, precies. Ach ja, anyway, ja, hierboven gaat het flink goed. Zouden we eerst bij onze automatisering kijken? Nee, we zijn nu toch boven. Ja. We was ik afgeleid echt, door Rocky. Ons vegan systeem werkt echt zo vet goed. Maar het werkt echt heel goed. Telkens als ze aangevallen worden, denk ik, we krijgen weer Recombined Matter. Super chill. En werkelijk waar alles wordt opgepakt. Echt heel chill. En dit kan ook ondertussen weg, deze dingen. Die hierboven staan. Vorige aflevering mocht het nog niet, maar nu wel. Opgeruimd het netjes. Het is namelijk omdat, als ik hier naartoe ga, in onze crafting hall. Hier hebben we dus het filtersysteem en smelterijen. Hier worden dus die alloyed blocks gemaakt. Zoveel hebben we er nu, jongen. Het is echt super chill. Dit heb ik nieuw gebouwd. Twee systemen. Het is achter een grote muur, maar oké. Het zijn twee systemen. Het eerste systeem was wel eenvoudig. Oké, het ziet er niet eenvoudig uit, maar het is gewoon eigenlijk zeven keer hetzelfde, yep. Namelijk voor de zeven metalen die we hebben. En wat het eigenlijk doet, is je hebt hier, worden bijvoorbeeld PCB's gemaakt. En dan van elk metaal. En hier worden coils gemaakt van elk metaal, draadjes en platen. Kijk maar, hierachter zitten bijvoorbeeld platen. En als je dan... Oh, wacht. Het makkelijkste is om hier erin te gaan natuurlijk. Kijk, hier kan je het zien. Dit is de extrusion plant. En hierachter zit de extrusion plant met daar weer achter de coil plant. Easy peasy. Dat is super chill. Want dat betekent dat dus die andere dingen opgeruimd kunnen worden. En dat we gewoon eigenlijk van elk type metaal, elke vorm zeg maar, daarvan op voorraad hebben. Precies 100. Oh, we krijgen bordjes. Fancy. Ja, anders dan ben je over de tijd, als je nog 25 van deze dingen bouwt, dan ben je echt het overzicht kwijt. Ja, ik heb het een beetje nagelaten. Kijk, hier maken we servomotoren. En we maken, wat is het? Iron gears en lightweight machine housing. En die gebruiken we om manufacturing plants te maken. Kijk, we hebben er hier al twee. Pak ze gewoon eruit. Hoppatee. En dat is super chill, want die manufacturing plants die heb je voor van alles nodig. Zoals bijvoorbeeld het maken van manufacturing plants. Ja. Ja, dit is mijn machine. Het is best wel lelijk, want het zit helemaal in elkaar gedeukt. Maar eigenlijk, het idee is heel simpel. Je tapt hier koper en hier tin en hier iron af. En je bouwt er die drie dingen voor die ik net liet zien. En copper wire, detail. Die heb je ook nodig. En die worden allemaal naar een... Nou, je kan het niet zien.
Nee, dus de onderkant. naar een manufacturing plant die hierachter staat gebracht. Dat is eigenlijk heel simpel. En met stroom, jongen. Ik heb het zo lelijk gedaan. Er komt hier stroom via de grond. Komt hier stroom. Hier zie je dat blauwe onderdoor lopen. En er staan hier dus wat manufacturing plants daarop. Zoals bijvoorbeeld hier. Hier is er eentje. Maar bijvoorbeeld ook om die laatste manufacturing plant aan te sturen. Ja, dan wordt met lasers helemaal er doorheen gewacht. Ja, het werkt nu. Het is wel echt zo. Als we hier ooit de problemen hebben, dan is het klaar. Ja, dan moet je het echt bijna direct overnieuw bouwen. Uiteindelijk eigenlijk de... Wat ik dan gebouwd heb, is dit eerste systeem eigenlijk hier. Dat hadden we ook nog niet. Dat is eigenlijk allemaal nieuw. Oh, sorry. Dat wil ik niet laten zien. Ja, dit is al eventjes, maar dat is wel een heel belangrijk ding. Ja, vertel. Wat we hier eigenlijk maken is... Misschien is het hetzelfde. We maken eigenlijk een aantal... we maken staal en die verschillende machine blocks maken we hier. Nou, dat is gewoon heel fijn, want vooral die alloy machine blocks... die heb je op het eind heel veel nodig. Het leuke van het systeem is wel dat eigenlijk... die hogere tier blokken hebben soms weer lagere tier nodig. Dus eerst wordt het naar de hogere tier allemaal gedrukt. En als dat alleen maar vol zit, dan wordt het naar de opslag gedaan. Dus dat werkt allemaal erg goed. Dat zijn mouse. Misschien het allerbelangrijkste nog wel even om iets te vertellen over het aftappen. Want dat is echt een vak apart. Dat is echt bizar. Want je denkt gewoon van... Nou, je kunt dat dus of met zo'n ronddraaiende lopende band doen. Of gewoon met hoppers. En die hoppers die hebben eigenlijk altijd een soort van hebben een voorkeur waar ze het dan nou uitgooien. Ja. Ik dacht eerst dat was het idee ook. We dachten dat het op de achterkant zat. Toen bleek het soms op de achterkant te zijn, soms op de linkerzijkant, soms op de rechterzijkant. Ja. Dus dat is echt de puzzel als je dit wil proberen. Het is een beetje Het is ook helemaal niet consistent. Je zou verwachten bijvoorbeeld dat het dan een bepaalde windrichting is of zo. Dat het daarmee te maken heeft. Dat het zegt van, oh, stel je krijgt het uit het noorden of zo. Dan gaat hij altijd naar het westen of zoiets. Maar helaas dat je hem draait, zo. Dat het zin heeft. Of dat je hem op een andere manier plaatst. Heeft allemaal ergens geen zin. Ik heb wel het idee dat het wel een systeem achter moet zitten. Maar dat wij die gewoon nog niet helemaal door hebben. Misschien moet je de onderkant op andere... We kunnen het wel even testen. Dat vind ik wel interessant. Dat is ook wel nuttig voor... hoe heet het? Research purposes, om te laten zien. Ja, het is nuttig om goed te laten zien wat het probleem is dat we nou eigenlijk hebben. Stel je hebt een hopper, laten we deze hopper gebruiken. En die gaat naar deze hopper en dan vragen ze van, oké, welke kant gaat hij nu outputten? Ik maak het eventjes af, zo, anders dan loopt hij vast zo meteen. Welke kant gaat hij op? Ja, je moet even één item eruit gooien, dat is het duidelijkst. Ja, oké, maar dat doe ik zo meteen. Dus misschien, ik gok links. Ik gok links. Deze, hè? Nice. Ja. Dat is ook flauw. Oké, dan gok ik wel rechts. Oké. We gaan 10. Hij gaat naar rechts. Ja, yeah, ik had het goed. Woe! Yes! Bam. Gewonnen. En als je dus nu bijvoorbeeld draait, dat maakt niet uit. We gaan nog steeds die kant op. Zie je? Door dit te draaien, dat maakt niet uit. Maar wat ik dacht, misschien helpt het wel als je de onderkant hierop plaatst. Nee. Ja, die ene was dan een beetje een uitzondering. Ja. En wat als je hem eruit haalt en hem een stukje verder gooit? Naar deze? Ja, dat is heel... Wacht even. Oké. Nu zul je zien dat hij nu gewoon netjes weer naar rechts gaat. Nee, dit heeft geen zin. Ja, oké. Maar hij gaat nu naar achteren hier. Hij gooit hem hier naar achteren. Nee, maar hij doet het één keertje fout als je hem neerlegt. Dan is hij heel even in de war. En dan gaat hij weer... Zie je, nu heeft hij weer bedacht dat rechts toch wel zijn lievelingskant is. Zie je? En als we nou rechts weghalen, welke kant gaat hij dan op? Maar dan gaat hij naar achteren. Oh, hij gaat hier ook wel weer. En hij gaat hier toch ook naar rechts. Oh, dat had ik niet verwacht. Want dat is soms juist, dan denk je, oh, bij deze doet hij het naar rechts. Nou, dan doet hij het overal naar rechts. Maar dat is dan op andere hoogtes of... Nee, is nu is hij linkskant rechtdoor. Ja, kijk, nou, je ziet al wel... Dit is helemaal geen bij op te trekken, jongen. Dus uiteindelijk komt het er gewoon op neer dat je dat... Nee, maar ook dat onderkantje, zeg maar, andersom plaatsen of zo, dat heeft dus ook geen zin. Hier had ik, dat had ik toch wel echt heel chill gevonden als dit consistent was. Wat je wel kan doen bijvoorbeeld is van die... kunnen we dat hier zien? Ja. Als ik even... Nou, wat je gewoon prioriteiten kon zetten. Dat je gewoon... Je hebt toch al een interface. Helemaal, zet er dan een, of bepaalde kanten blokkeren. Van niet outputten naar die kant. Gewoon niet op lopende banden leggen. Dat zou echt heel dat chill zijn. Dat zou je ook wel veel chillere circuitjes kunnen bouwen op die manier. Ja. Want soms dan moet je echt zo erg omlopen en omvliegen... om maar te voorkomen dat je langs een hopper gaat. Misschien... kun je met transportpipes wel een voorkeursrichting aangeven? Kun je transportpipes aansluiten op een lopende band? Gewoon zo? Ja, dat kan.
Zullen we dat gewoon proberen? We gaan het gewoon proberen. Je zou het gewoon met filters natuurlijk ook altijd kunnen regelen. Ja, oké, okay, maar die... Dat is filter wel een voorkeur, maar die is wel traag. Heeft hij altijd... Ja, ik wil het zeggen. Dat is helemaal niet goed, joh. Oké, we gaan het proberen. Hebben we de opstelling nog? Ja, nice. Oké, dus we zeggen van... Laten we hem even drie kanten opgeven. Pak dat. Bronk. Oké, dan gaan we nu kijken wat er gebeurt als hij... Ja, want hij is nu liefst naar rechts. We zeggen van, ja, maar je kan ook links. Nee. Mag niet. Hij vindt van niet. Oh, je kan ook zien wat zijn tweede focusrichting is. Ja, oké. Maar als je nou zegt van... Wat ook interessant is om nou te zeggen van, hey, hij wil dus niet de hele tijd naar, of hij naar rechts wil of wat hij deze kant op wil. Dus als we nu de input vanaf een andere kant doen, wat hij dan doet. Dat is ook interessant, ja. Maar laten we eens jouw project afmaken, want dan hebben we twee projecten door elkaar. Misschien kan hij wel zeggen van, ik heb liever geen transportfilters. Oh, dat boeit hem ook niks. Dus het maakt niet uit of er transportfilters in zitten. Klopt dat? Geen filter, hè? Het is een transportpipe. Dus sorry. Een transportpipe. Ja, oké. Okay. Dus het maakt ook niet uit of je een transportpipe... Nou, lekker is dat. En als we nou eens deze de hoofdrichting maken. Nou, we zijn niet zo, dan doen we nog niet. Ja. Maar dan. Maak het al even. Yes. Oké, en dan gaan we dus nu. Wat stop je daarin? Nou, maakt niet uit. Ik stop gewoon dit in. Zo, bars. Nu gaat hij naar links. Nu is het. Ja, hallo. Kijk, nou, dit is dus echt geen pijl op te trekken, al vraag je mij. Maar misschien is het met filters nog wel te bekijken wat hij daarmee doet. Hoewel. Je moet in principe dan denk ik elke kant. Ik ga toch even een filter halen, gewoon om te kijken. We zijn nu toch zo mee bezig. Ga je dat gewoon doen? Oké, sick. Laaghals ben ik. Ja, doe jij, regel je dat. Dan laat ik ondertussen even zien wat het ondertussen hoe dat gaat met resin. Want dat is een beetje verkeerd gegaan. Dat heb ik een beetje laten verloederen. Dat is niet zo handig. Nu heb ik daar wel spijt van. Oké, dus we hadden hier een hele mooie opstelling om dat resin weg te halen. Maar toen kwam ik erachter dat we dat niet meer binnenkregen. Dat bleek nou, het was dichtgegroeid. En nu heb ik het hier gemaakt. Kijk, het zit gewoon in deze schacht. Ja, hier ook. Wow. In deze schacht die we hadden, hier ging naar beneden, is gewoon helemaal dichtgegroeid. Eerst ging het hier helemaal naar een plateau. Maar ja, ik heb dus eventjes dit tijdelijk moeten opzetten, zodat hij hier verder gaat met het weghalen van die resin. Dat moet ik denk ik weer gewoon even een stuk naar beneden doen. En hier ook. Kijk, hier was dit dus helemaal vrij. Deze hele hal. Even een beetje afstand nemen. Hier, dit hele ding is er gewoon ingegroeid. Bovenop mijn plateau wat ik had. Zie je, daar staan nog wat van mijn spullen. Maar daar kan ik dus niet meer bij. Dus dat is best wel jammer. maar, kijk, ik ben ook vanaf deze kant. Je zou het kunnen vrijblazen met een kleine explosive device. Ja, dat kan. Ja, dat klopt. Hey, loopt dit niet... Waiting for charge. Oh, deze krijgt niet genoeg stroom. Ja, dus van deze kant krijg ik wel stroom in een paarse laser. Had wel iets meer mogen zijn, maar oké. En dan schiet hij het gewoon kapot. We zijn ook vanaf deze kant aan het graven. En wat eigenlijk mijn plan is om gewoon die weggraafdingen te laten staan. Dus eigenlijk graaf ik zo tot die kern. Maar ook de toevoerroute, die wordt eigenlijk beschermd door van die... dingen die de resine weghalen. Dat is mijn tip. Bescherm je af- en aanvoerroutes voor resine. En uiteindelijk wil ik het hele resine, dat hele ding, die hele node van dat zwartige spul, wil ik gewoon omringen met weghaallasers, zodat we gewoon een oneindige bron daarvan hebben. Dat is de droom. The dream. Dus ja. Nou, filter, je kunt met een filter ook niet... Kom aan. Verder met het experiment. Klein is het maar zo. Bam, en in de trap hier. Oké. Je hebt filter gemaakt en de filter staat op... Tin. R. Maakt er ook niet uit. Maar en die motorized conveyor, die heeft wel voorkeur toch? Maar die heeft stroom nodig. Ja, dat is dan ook weer zo'n ding. Dat is ook niet ideaal. Ik heb hem bij me. Ik zie hem niet. Volgens mij is hij paars, maar... Nee, ik heb hem niet bij me. Oh nee, wacht. Is het... Dit is advanced conveyor filter. Ja, dat is een... Oh, ja, die heb je al, ja. Ja, die kun je specifiek instellen op... Maar dit is niks, man. Waarom doet dit nou niet? Nou goed, oké. Ja,
En misschien, ik had ook nog even gekeken, een klein beetje of de lengte van de lopende band invloed had, maar dat leek het ook niet. Ik stond niet met verschilletjes van 1. En als je nou een logistics... Hij gooit het nu wel weer naar rechts, terwijl hij het voor mij net opeens even tijdelijk naar links ging doen. Dus het is echt... Dat is toch wel een beetje bizar. En als ik nou gewoon downgrade op de tier hopper en een logistics hopper gebruik. Misschien zijn die wel goed geprogrammeerd. Bam. Weet je niet. Pak eens even één rooi of meerdere. En ik gooi wel meerdere. Heb ik al gedaan. Appetee. En nu gaat hij naar rechts. Nu gaat hij naar rechts. Ging net ook, ja. Ja? Nu draai ik hem. Gaat hij nog steeds naar rechts. Oh, hij is langzamer. Hij is traag. Ja. Oh, is logistics hoppers langzamer dan storage hoppers? Dat wist ik al niet eens meer. Nee, ik gebruik het niet zo vaak. Maar ja, mooie boel. Nou, verander het. Ja. Nou, dit wordt niks, man. Dus ja, we hadden inderdaad, we hadden dat geprobeerd. Ik ruim het experiment op. Experiment, de conclusie is... Ja, doe niet te veel je best, want het is gewoon totaal inconsistent. Ja, en wil je dus echt, en wil je echt problemen voorkomen, dan is het, kun je ook gewoon zo'n verdeelstationje gebruiken. Het vertraagt wel een beetje de maximale capaciteit die je op je lopende band kunt hebben. Dit zijn die draaiende lopende band, toch? Dat doe je met verdeelstation. Ja, ja precies. De turnable conveyor, klopt dat? Turntable, ja. Dus die zou je dan hier bijvoorbeeld plaatsen. En nu heb jij dus overal van die trucjes toegepast om door telkens uit te zoeken van elke hopper los wat de voorkeursrichting is. Ja, maar er wordt er niet echt heel veel duidelijker op. En dan, als we één keer een patch krijgen die er iets aan verandert, dan is het hele systeem weer... Ja, maar dit is wel het eerste, dit is wel de eerste keer dat we items uitfilteren. Dus in dat opzicht is het hier misschien wel des te nuttiger. Hier, kijk, ik heb het ook, ik moet het ook aftappen. Ik heb gewoon van die turntables gebruikt, weliswaar in overleg, ho ho. Niet mijn eigen eilandje lopen. Verzin zelf maar een woord. Maar dit is wel wat robuuster. En het voordeel is, zeg maar, dus voordat er zo'n turntable komt, dan is de afvoer nog redelijk snel. Maar daarna is die eigenlijk niet meer zo snel. Als je dan nog een keer een turntable doet, dan verlies je dus geen snelheid meer. Dus dat is een beetje, misschien een beetje een drogreden, maar ik denk dat dat wel werkt. Nou, ik denk dat je ook niet moet vergeten is dat het is, af en toe komen er wel heel veel bars achter elkaar, maar daarna is het vaak ook wel weer eventjes rustig, omdat ze natuurlijk die hele toch lange lopende band is wel een soort buffer, hè? En hij loopt inderdaad niet de hele tijd door. Want zo snel is volgens mij het filtersysteem ook niet, denk ik. Nou, het filtersysteem kan wel aardig snel, hoor. Omdat die heeft 4 van die banen. Ja. Het is meer de aanvoer van ores die gewoon... Je komt echt van die groeperingen van bars die de hele tijd langskomen. Klopt, ja. En dan komt gewoon één minecart en die zegt zo... Hey, hier is 50. Dat moeten we doen. Hier is 50 van die. Hoe heet het? Oors. Nou ja, 25 dus. Maar dat bedenk ik me net. Dat moeten we doen. We moeten van die. We moeten de oor. De karretjes eigenlijk afhalen. En we moeten van die. Big minecarts gebruiken. Maken. Oh. Dan, ja. Dan heeft de server wat minder druk met alles uitrekenen. En dan zijn die minecarts gewoon wat groter. Volgens mij is dat veel beter. Maar dat waren de vorige keer nog problemen met de server. Maar het is nu allemaal een stuk beter nu we er... Ja, want dat hebben we ook veranderd. Je ziet er niks van. Dat is goed. Ja, we hebben inderdaad een dedicated server. Dus normaal speelden we op... die hosten dan de game. Dan klik je gewoon ergens op van... Oh, ik wil dat mijn vrienden ook kunnen spelen. Toch, zeg het goed? Ja, je joined eigenlijk gewoon je singleplayer wereld en dan zei je, oh ja, doe maar openmaken voor mijn vrienden. En precies. Wat we dus nu gedaan hebben is gewoon gezegd van, hey, we runnen gewoon een server en we joinen allebei die server. Net zoals jullie bij ons op Hurtworld hebben gespeeld, behalve dat we dit wel gewoon thuis doen. Yep. Maar ja, inderdaad. En dit werkt best wel ideaal. Ik zat trouwens laatst te bedenken, voor de mensen die weten wat het is, maar ik wil deze server in versiebeheer gaan zetten. Met Git dan dat gaan managen. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar misschien ken je het wel als je met computercode hebt gewerkt. Dat betekent eigenlijk dat je de save game op een. De save game zelf van de server weer op een server opslaat. Dus dat je eigenlijk. Het is een beetje alsof je het in Dropbox zou zetten en dat het dan op beide plekken. Wordt gesynchroniseerd. Ja, dat is wel een goede vergelijking. Ik denk dat dat echt super chill gaat zijn. Maar misschien heb je er wel ervaring mee. Dan ben ik echt super benieuwd wat je daarvan van denkt. Of je misschien zegt van... Ja, het lijkt allemaal heel leuk, maar... We hebben hier ook heel veel gedoe mee gehad. Wel, dat vind ik... Dat zou ik interessante verhalen vinden. Ik heb ook een beetje naar gegoogeld hoor. Maak je geen zorgen. Maar,
Maar nu is het tijd om nieuwe dingen te bouwen. Oh, nieuwe dingen te bouwen. Oké. Oh, en worden er nieuwe dingen gebouwd? Misschien was je al opgevallen, maar ik ben de vloer langzaam wit aan het maken. Oh, ik word gedisconnect. Ja. Wat? Wat nieuwe dingen? Daar wil ik niks mee te maken hebben. Disconnect, doei. Wow. Bij de kant van de machine voor de Research Pods Assembler ding. Wow. Research Pods Assemblers? Oh, maar dat komen vanaf de andere kant ook, toch? Hij hangt hier gewoon echt stil in de lucht, volgens mij. En misschien ook, maar hier is echt een huge unit. Dus denk ik een bos. Kom eraan. Ik zie jou lopen. Oh ja, maar dat is gewoon dat waggelende ding, toch? Het waggelende ding, deze die zo'n beetje in de lucht waggelt. Maar het is niet gewoon zo'n giant, het is nog groter. Ja, maar volgens mij hebben we deze wel eens eerder gehad. Maar er komt er ook eentje vanaf de andere kant. Maar deze kan toch nooit vliegen? Die vleugels zijn toch echt veel te klein? Ja, wat een raar spel is dit, joh. Oh, hij is al rood aan het worden. Zie je, nu hit hij voor 600.000. Aan de andere kant ook. Oh ja, daar heb je hem ook, ja. Daar moet je waarschijnlijk die missiles voor hebben. Maar waarom blijft hij stil hangen? For some reason durft hij niet verder. Ja, ik vind het op zich niet heel erg, maar... Weet je, waarschijnlijk tankt hij gewoon de... Hij tankt gewoon de hits. Snap je? Oh ja. Dus... hij is dus gewoon hier en daardoor kunnen bijvoorbeeld die wespen, deze, die zo vet irritant zijn, die kan dan gewoon snel doorvliegen als je turrets niet sterk genoeg zijn. Ja, dat zal het zijn. Naar. Ik moet dit even opruimen, anders dan spawn hier straks van die wormen. Dat moeten we niet hebben. Spider bro, are you doing the defense? You're doing your job, man. Come on. Heeft hij zijn gun bij zich? Schieten. Ja man, dit komt helemaal goed. We hebben dit al vet vaak meegemaakt. Oké, daar komt Spider-Bro. Springt er over me heen. Dude, heb je je gun bij je? Waarom schiet Spider-Bro zo weinig eigenlijk? Ja, ik vroeg hem ook al af. Oh, nou. Hij zou dat moeten kunnen, maar hè, we hebben het niet nodig. We moeten ook natuurlijk nog eens een keer missiles gaan maken. Ja, klopt. En we moeten ook die hive minds destroyen. Dat moeten we doen. Yes, dat kunnen we zo meteen. Maar dat is wel goed op stapje naar ons andere project. Namelijk een jet turbine maken. Meer stroom. Oh ja, en dan kunnen we daarmee bijvoorbeeld dat poweren, toch? Yes! Daarmee kun je inderdaad het destroyen van die hive minds kun je. Nou, daar moeten we denk ik eerst nog echt wel een stukje voor automatiseren. Maar dat komt dan. Ik ga dit even later nog wat toelichten. Zeker. Ik ga. Waar ben je? We zullen dat ding eens even neerknallen. Oh, misschien hier even tijdelijk achter de fuel. En dan kunnen we hem dan nog wel een plekje geven. Ah, nee. Oké, ja, wacht. Ik ben per ongeluk in het gat gesprongen. Oh, ik doe het alleen maar erger. Wacht. Kom maar. Oké, ja. Pardon. Waarom gaat hier iets mis? Hoe kan het dat ik hier spul heb? Is hier iets? Wat is niet? Wat? Ik heb trouwens net ook wat spullen eruit gehad. Ik weet niet of dat... Ja, dat was meer zo dat ik zag dat hier... spoiled matter in zat. Ik denk, maar dat zou dat niet kunnen. Dat moet gewoon uitgefilterd worden. Maar waarschijnlijk is dat iets eerder al gespoild. Ja, maar soms dan komt er ook zo'n wave en dan wordt het... Ja, dat kan. Misschien is het... Ja, het kan ook eerder gespoild zijn. Soms komt er ook zo'n wave en dan is er opeens heel erg veel te halen. Of het moet uit zo'n beacon komen. Dan moeten die valkers heel snel zijn. Ja, nee. Klopt. Ja, wel een beetje een delay hier met het plaatsen van de blokken. Hebben we het er maar moeilijk mee. Oké, ik kom weer naar jou toe. Dus we gaan de jet engine turbine maken. Dus dat is in een... Ja, in deze formatie. 3x3x4. Ik net daar, heb je hem al gevonden? Nee. Je hebt die blokken gebouwd, hè? Ja, waren niet zo heel duur. Vooral omdat we hadden wat plastic pallets nodig die je ook met onze refineries kunt maken. Waar Mortar nu lekker tegenaan staat. En voor de rest hadden we van die machine blocks nodig. Maar ja, die hadden we net allemaal zitten automatiseren. Dus dat scheelde echt een hoop. Controllers. En nu heb ik het toch niet goed gelezen, want blijkbaar is die nog niet klaar. Er staat toch 3x3? Ja, ja. En tot zover de anticlimax. Volgens mij moet dit... Even kijken, hier. Om een jet turbine te maken moet je 36 housing components 3 meter hoog op een 3x4 meter basis. Oké, dat heb je gedaan. Doe dan een 3x3 intake op een van de kanten die dezelfde grootte heeft. Oké, dus dat moet dan op die of dan die andere kant. Nou, laten we het worden het idee dan de andere kant proberen, want apparently, misschien is het te dicht gebouwd ergens op, I don't know, ik vind het wel een beetje gek.
Ja, ik zou toch zeggen dat als je net had gedaan, dat dat moest werken, maar kennelijk... Ja. Kennelijk werken die nog steeds niet. Nou, misschien even één blokje opnieuw plaatsen. Misschien heeft hij er gewoon moeite mee. Oh ja, andersom bouwen. Probeer jij het anders eens. Ja, oké. Is een multiblok? Ja, is een multiblok. Dat is de eerste multiblok die we bouwen, die we van type server geswitcht zijn. Ik ga niet zeggen dat dat is, maar... Maar dat zou best wel... Nee, ja, ik weet het niet. Uiteindelijk... Moet er niet nog iets bij of zo? Als ik in die intake zeg, ja, je moet het zelf doen, ja. Oh, hier staat hoe je het moet maken. Oh, dat was al cheap. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Dat is raar. Er zit een volpzoek anders. Kan wel doen. Misschien moet je hem gewoon even een... ik zal hem even een kortslag draaien. Dat kan nogal. Ja, of gewoon even wat meer open zijn. Terrein. Ja, maar je moet dat denk ik toch overal tussen kunnen zetten. Misschien moet hij, zit er iets boven. Moet hij een vrije doorgang naar boven hebben? Nee, dat heeft hij ook. Dat zou ik niet. Nee, denk je dat je ze onder de grond kan bouwen. Dat is best wel gunstig eigenlijk, want daar heb je dus gewoon halverwege kun je gewoon gigantisch veel stroom maken. Zo, dat is, had ik echt niet over nagedacht. Dat heeft wel implicaties, zeg. Maar is dat echt zo? Nou, misschien gaat hij dan ook gewoon minder. Nou ja, je bent gewoon. Nou. Surfen van blokleg, zeg. Jeetje. Ja, ik kan anders moeten we dat herstarten. Dat zou nog een optie zijn. En we hebben het even uitgezocht. Het alwetende orakel, ook wel beter bekend als Google. Het was een bug als je in een multiplayer server zit. Dus dat was het toch? En eigenlijk de workaround is, dus mocht je ook in een multiplayer zitten, is je moet gewoon superbuild of build to me control-click gebruiken om hem af te maken. En als je hem dan neerzet, huppakee. Daar is hij dan. Huppakee. Iets meer lag, dichter bij de server. Oeh, als je eraan staat, moet je er eigenlijk niet achter gaan staan. Dat kunnen we zo nog even laten zien. Staat er niet aan? Oh ja, staat wel aan. Nee, staat niet aan. Prima. Ik zal hem even aanzetten. Sorry, ik heb het niet nodig om zo te zien. Oh, er komt net iets aan. Zo. Woep, woep, woep. Plink. Bam, nu staat hij wel aan. Oh, maar dan... Oh, je moet voor de intake kun je wel staan. Ja, ja, en die paarse felle straal, is dat... Ja, daar kun je misschien snel doorheen rennen, maar ik zou het afraden. Wow, dat is wel huge. Dat is best wel een beetje in de weg ook. Maar echt en waar komt dan... Ja, hij produceert maximaal 320. Maar nu worden de aliens weer pissig op ons, omdat we spullen lopen te branden, wedden. Oh, en hij gooit die fuel canisters. Die gooit hij gewoon weer terug, die gebruikt hij niet op. Dat is lief. Oh, dus dan kun je gewoon echt een cirkeltje maken. Oh, dat is cool, met die... Ja, ik zag het net, die heated air. Die is wel helemaal omhoog. Ja, en er zit ook zo'n spiraaltje op, dat vind ik ook heel cool. Night, man, dit is echt awesome. Echt ook ja, best dus wel cheap. Dit kunnen we, ja, hangt er een beetje vanaf hoe snel we die fuel kunnen aanslepen... en hoe snel die eigenlijk doorheen zo'n canister gaat. Maar volgens mij hebben we er nog heel wat van liggen. Maar die fuel, die maak je biomass of zo? Of ja, wat? Maar volgens mij kan het ook met liquid resin tegenwoordig. Maar biomass gaat een stuk sneller. Moeten we nog wel even van beneden pompen, want dat doen we nu nog met de hand. Maar dat kunnen we. Maar ja, oké, je kan die kennis dus ook beneden maken. En dan kun je, dan is het toch... Of niet, kun je die... ja, dat is de vraag. Kunnen we die refinery vaten ook beneden zetten? Want dan hoef je dus veel minder items naar boven te pompen. Je zou gewoon een soort van... maar je moet dat ding eerst opstarten. Dus dat kan wel. Als je daar een jet engine neerzet, dan gooi je gewoon een klein beetje van dat spul in. Composite fuel. En dan kun je dat gewoon allemaal vanuit daar poweren. Oh ja, sick. Dat is handig. En aan de andere kant, die zou het ook met lasers kunnen doen. Ik weet niet hoeveel stroom deze refinery nodig hebben. Als je echt heel veel wil gaan verplaatsen, dan kun je het dichtst natuurlijk... het is beter om dicht bij de bron dingen aan te passen. En nu staat hij uit. Nog helemaal warm. Ja, hier kunnen we nog wel eventjes mee spelen. Awesome. Nou, dit ding moeten we dan nog wel eventjes een plekje gaan geven. Maar dat doet het in ieder geval. Dat hadden we echt misschien wel eerder moeten bouwen. Denk je ook niet? Ja, er was ook een aantal kijkers die zeiden, ja, je moet jet engine bouwen. Ja, zonne-energie, maar hè, jullie hebben ons overtuigd, jongens. Hij staat er en we vinden hem mooi. Goed gedaan, bedankt voor de tips. For reals. Anyway, ik denk dat we het wel gaan doen voor deze aflevering. Oh, we krijgen weer zoveel spullen binnen, jongen. Ik word wel een beetje hebberig van al die beacons en de Falcor. Spullen. Blijf echt mooi vinden. Echt heerlijk. Ja, je vindt het oh, daar komt nog een alien. Ja, volgens mij zijn die worden gewoon kapot geschoten, hoor. Ja, dan kunnen ze ook van die raketten maken.
En dan kunnen die... Oh ja, dan kunnen we dan die stroom van die jet engine heen pompen. Oeh, ik zie nog een Rocky. Nog een Rocky? Hallo. Oh, hallo. Hey. Kijk eens, ja, hoe ik kan pakken. Doosje. Anyway, dat gaan we doen voor deze aflevering. Ik hoop dat je het een leuke aflevering vond. Ik ben wel weer echt blij mee. Awesome. Anyway, ik hoop jou te zien in de volgende aflevering. Tot ziens! Tot ziens!